U kunt al snel schoenen kopen in de vorm van babyschoenen. Maar dit is niet functioneel. En dus niet nodig. Maar het kan wel warmte geven of gewoon leuk bij de kleding passen. Het is van belang dat het ruim genoeg om de voet zit om de groei niet te belemmeren en de beweging. Functioneel schoeisel is van belang als uw kind zelfstandig gaat lopen. Het meten van de maat is dan belangrijk. Een schoen met een goede omsluiting en pasvorm is dan belangrijk voor de eerste pasjes, maar wel in de vorm van een lichte, soepele schoen die uw kind niet belemmert in het ontwikkelen van het looppatroon. Door het voeren van schoenen van smal tot breed is het mogelijk om uw kind in schoenen te laten lopen met voldoende lengte. Door de groei kunnen schoenen snel of minder snel, afhankelijk van de leeftijd, te klein worden. Om nu te voorkomen dat uw kind op te kleine schoenen blijft lopen, is het wenselijk om de voeten regelmatig te laten meten bij de expert. Voor de allerkleinste is dat vaak met een frequentie van 2 à 3 maanden, voor oudere kinderen wat langer. Met een klantvolgsysteem dat bij de meeste experts beschikbaar is, kunnen zij deze metingen registreren en de groei van de voeten in de gaten houden. Het regelmatig laten meten is bij een expert een extra service en meestal gratis. Als u deze informatie nuttig hebt gevonden en u wilt graag 20 gratis video's ontvangen met de meest gestelde vragen die wij als expert regelmatig ontvangen en als bonus de vragen waarvan wij vinden dat die eigenlijk gesteld moeten worden, schrijf u dan in op onze website www.klinkenbergschoenen.nl/gratis. Alvast bedankt voor het inschrijven en hopelijk tot ziens.